Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans, ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan vlogmania. Jason is de jongste vlogger van Nederland. Zijn moeder is zijn manager. Jason, voor je vlog van vandaag heb ik deze trui uitgezocht. Wat vind je? Huh? Die is echt niet cool, man. Dit dan. Oranje is zo niet meer dit seizoen. Deze dan. Toch? Deze is goed. Die heb ik zo vaak aangehad. Ben ik een zwerver of zo? We moeten gewoon nieuwe kleren gaan kopen. Jason, we gaan geen nieuwe kleren kopen. Je hebt genoeg. Ik wil nieuwe kleren kopen. Oké. We gaan kleren kopen. Kom, we gaan. Hallo kijkers, ik ben Jason, 2 jaar, de jongste vlogger van heel Nederland. En ik ben weer in de buggy met mijn mama. Hi. Vandaag ga ik jullie meenemen naar de Mama, hoe heet het ook alweer waar naartoe gaan? De consultatiebureau. Vandaag gaan we naar de concentratiebureau. En mama zei dat het superleuk is, want daar heb je heel veel speelgoed wat wij mee gaan spelen. Nou, gaan jullie mee naar de confilatiebureau. Hallo, jij bent zeker Jason. Natuurlijk ben ik Jason. Ken je me niet van mijn vlogs? Ik ben heel bekend hoor. Jason mag eerst even uitgekleed worden en dan gaan we Jason wegen. Sa, die chick vraagt gewoon of ik mezelf in me uitkleed. Peter! Auw! 84 centimeter, hartstikke mooi. Ik was super groot, gek. Mag je even op de weegschaal gaan staan? Wow! 11,1 kilo. Ik ben vet zwaar, jongen. Zo. Hallo, ben jij Jason? Ja. Kom maar mee. Kijk eens, Jason. Kan jij van deze blokken al een toren bouwen? Natuurlijk. Kijk dan. Het is gewoon vet makkelijk, deze test. Kijk, zo doe je dat. Ga ik even deze bril bij je opzetten en mag je een paar plaatjes opnoemen. Wat is het voor spacebril? Vet cool. Even kijken, hoor. Appel, rondje. Vierkant, appel, huisje. Goed zo. Ik zoom gewoon in met mijn mobiel. Echt vet handig, hoor. Oké, en dan gaan we vandaag ook even de vaccinatieprik geven. Wat? Prik? Wat de mama? Nee. Ja, Jason, je krijgt een prik, maar het is maar heel even. Oh, nee. Ik wil geen prik. Oh, dit is zo vet oneerlijk, hè. Ik zweer het. Jij blazert de boel, hè. Jij mag gewoon hierheen gelokt met spelletjes en spacebro. Ik heb ook rechten. Ik doe het niet. Jason, even stilzitten. Mama, laat me los. Ik wil niks meer met jou te maken hebben. Ik ga weg. Ik ga terug bij papa wonen. Jason. Haha, ik ga toch een prik krijgen. Ik ga lekker naar buiten mezelf gaan stoppen. Dikke duim omhoog. Tot later. Oh, ik heb helemaal geen broek aan. Goh, ik sta in mijn luier. Oepsie. Werkloze operazanger Tony zou heel graag bekend willen worden door zijn vlogs. Dus ik moet u toch een bekeuring geven. Het is niet anders. Het spijt me, agent, ik reed per ongeluk te snel. Het spijt me, agent, die boete betaal ik wel. Ik ben zanger. Hier, kijk eens. Ik sta ook op YouTube. Shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark mommy shark do 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 mommy shark do 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 mommy shark do 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 mommy shark daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark let's go hunt do 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 let's go hunt do 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 let's go hunt do 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 let's go hunt run away do 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 run away do 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 run away do 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 run away safe at last do 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 safe at last do 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 safe at last do 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 safe at last it's the hunt. Vlogmeisje Jaylin heeft al 14 volgers. Tijd dus voor wat serieuze beveiligingsmaatregelen. Nou, je cv ziet er goed uit hoor, Miguel. Dank je. Nog even voor de duidelijkheid. Jij wilt mij dus inhuren om fans weg te houden, toch? Ja. Ik verwacht echt dat ik binnenkort niet meer normaal voor straat kan met al die gillende fans en zo. En binnenkort is wanneer? Nooit!
Jordi, hou je kop! Hoi, hoi, dit is Jaylin. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag wil ik het met jullie hebben over dierenverzorging. Dit is Knuffy. Knuffy, kijk eens even in de camera. Dit is mijn cavia. Wat ik wil vertellen over dierenverzorging is dat het zeg maar best wel veel verantwoordelijkheid vergt. Je kan niet zomaar meer met je vriendinnen naar een nesten voor 3 dagen, want een dier heeft gewoon eten en drinken nodig. Elke dag. Heel belangrijk eten en drinken. En liefde is heel belangrijk, hè Knuffy? Liefde is belangrijk, hè? Ja, Knuffy en ik, we hebben echt een enorme band. Hij vindt mij ook echt super lief. Echt cute, hè Knuff? Dus neem nooit zomaar een dier. Neem geen dier voor de likes. Neem geen dier voor Instagram. Dat kun je echt niet maken. Want dieren voelen het als je niet helemaal van ze houdt. Als je niet onvoorwaardelijk van ze houdt. Wat tussen mij en Knuffy helemaal niet het geval is, natuurlijk. Oh, kijk eens hoe cute hij dit doet. Hij is zich aan het wassen omdat hij zich bij mij zo ontspannen voelt. Jordi, rot op! Ik ben bezig met een hele serieuze vlog. Waarom verpest je altijd in mijn vlogs? Knuffy, waarom verpest je altijd in mijn vlogs? Geert Bakker maakt vlogs waarin hij complotten ontmaskert. Zijn moeder is daar niet altijd blij mee. Ik stap er de muizen vol. Wat ben je toch allemaal aan het doen, Geert? Dat is om kabouters te vangen. Ruim ze allemaal op. Het hele huis vol muizen vallen. Ben je helemaal gek geworden? Levensgevaarlijk. Hallo, kinderen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over waar baby's vandaan komen. Want kijk, met dit soort plaatjes, hè, afbeeldingen, geboortekaartjes, wil mijn moeder mij dus doen geloven dat baby's gebracht worden door de ooievaar. En dit kan misschien schokkend zijn, maar ik zet daar vraagtekens bij. Sterker nog, ik zie het als een complot. Ik heb hier een babypop van een realistisch gewicht, 3,5 kilo. En hier een opgezette ooievaar, die weegt gemiddeld 3,4 kilo. Nou, wat gebeurt er als ik de baby in de weegschaal erbij zet? Kijk, die gaat onmiddellijk naar beneden. En dat is logisch, want zo'n ooievaar kan natuurlijk nooit meer dan zijn eigen gewicht tillen zonder neer te storten. Dat vind ik op zijn zacht gezegd opmerkelijk. En dan de witte doek. Ooievaars dragen een baby vaak in een witte doek. Kijk maar, dat zie je op al die plaatjes. He, die kan hij misschien gepikt hebben van een waslijn of iets. Maar kijk, hier is goed. Wat zie je daar? Een dubbele knoop. Stel, dit zijn de poten van een ooievaar. Kan een ooievaar met zijn poten een dubbele knoop leggen in deze witte doek? Ik zit het al een uur te proberen. Het kan niet. Het is onmogelijk. En dan is er natuurlijk de vraag, hoe komt een ooievaar aan een baby? He, legt hij zelf een ei waar die baby dan uitkomt? Of... Ik sta bij een ooievaarsnest. Ik heb een ladder meegenomen en ik ga een ooievaars ei pakken. Moet je opletten. Ja hoor, kijk. Ik heb hier een ooievaars ei te pakken. Dan heb ik hier de pop, babypop van een realistisch gemiddeld formaat. En kijk eens, als je ze naast elkaar houdt, dat zie je meteen. Die baby kan nooit in dat ei gezeten hebben. Dat bestaat niet, dat kan niet. Nou heb ik een bepaalde theorie. En daarom heb ik foto's gemaakt van vrouwen vanuit de bosjes. En kijk eens met me mee. Zijn jullie het met me eens dat deze vrouwen duidelijk een hele dikke buik hebben? En let op, nu komt het. Een maand later, nadat de baby bezorgd is, is die buik ineens verdwenen. Pats, gewoon weg. En dat betekent dus dat die baby op een of andere manier in die buik heeft gezeten. En dat ik dus zelf ook in de buik van mijn eigen moeder heb gezeten. Ik ga mijn moeder confronteren. Mam, heb ik in jouw buik gezeten? Wat is er nou weer? Zat ik in jouw buik? Geef antwoord. Ja, natuurlijk zat je in mijn buik. Ik ben toch je moeder? Ah, dus dat verhaal van die ooievaar is gewoon één groot complot waar jij in zit. Daar gaan we weer. Hoeveel heb je betaald gekregen door de overheid? Huh? Geert, er is geen complot. Ga weg. Laat me lekker breien. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Kinderen, het complot is veel groter dan gedacht. Maar ik roep jullie op. Ontmasker je ouders. Wij zullen niet stoppen. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goedenacht en vlog zacht.